Kom maar bij zitten, heren. We gaan eens wat nader kennis maken met die dokter Fred en de Medicine Man. Jij bent de dokter? Ik ben de dokter, blijkbaar, ja. Vertel eens, goedemiddag. Hoe is die naam er gekomen, dokter Fred en de Medicine Man? God, dat is eigenlijk een lang verhaal, maar ik zal het kort houden. Ja, best. maar eigenlijk, ik heb blijkbaar toch steeds een uitleg klaar over van alles en nog wat. Ja. Dus en ik had zo de bijnaam dokter Fred gekregen. En toen zat ik met een idee om daar een groep rond te bouwen. Mm-hmm. En ik moest denken aan de jaren 70, aan Dr. Hook en de Medicine Show dan. Ah, ja, ja, ja. En vandaar, ja, eerst zijn we dan gestart met witte jassen en toestanden, maar dat bleek niet zo evident naar bedrijfsfeesten toe. Maar de naam blijft eigenlijk behouden. Ik vind dat wel, we zullen weer klank vinden. Ja, want je echte naam is Freddy. Ja. Ja, oké. Okay. Zeggen jullie zijn al een tijdje bezig, hè? Dat is nu 6 jaar al. Ja. 6 jaar. En het is vooral een coverband dat jullie zijn. We kunnen jullie een beetje plaatsen in het rijtje van Litruut. Hier hebben we de Fools, de Boezers. Ja, dat kunnen we ons perfect in plaatsen. Ons grote voorbeeld zijn TMFT, de Magical Flying Thunderbirds. Maar daar willen we eigenlijk naartoe streven om een zo breed mogelijk gamma aan muziek te horen te brengen. Met de nodige vuurwerk en confetti-shooters erbij. Ja. En parkwinkslagen ertussen. Dat je dan ook met medleys erbij, dat je dan eigenlijk alle muziekstijlen kunt aanspreken. En er vindt altijd wel iemand zich terug in de nummers die wij brengen. Ja, ja, tuurlijk. Om een feestje te bouwen. Ja, of gelijk. En kan je elk nummer zomaar ombouwen met een gitaar bijvoorbeeld? Dat is het toffe aan de verschillende nummers aftasten. Goede nummers hebben dikwijls als eigenschap dat ze in vele verschillende jasjes kunnen gegoten worden. Mm-hmm. Dus zoals met You bijvoorbeeld, is dat ook perfect. Ja. Het is een dance-versie, er is een akoestische versie, we hebben ook een rock-versie. Ja. Nu was het een akoestische, maar jullie hebben een videoclip gemaakt om te laten zien dat het ook een dance-versie kan zijn. Ja. Zullen we eens even kijken naar een fragmentje daarvan? Ja, wie is die kleine jongen, even, dokter? Mijn zoon. Is het uw zoon? Dus de toekomst is al gegarandeerd. Voilà, de toekomst is verzekerd. Ja, ja, ja. Dus die wil ook even graag meewerken. Ja, 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 ja. Het is uiteindelijk een podiumbeest, denk ik. Ja. Zeg, waarom hebben jullie dan dit nummer gekozen om er een danceversie van te maken? Goh. Ja, het is eigenlijk zo'n gigantisch goed nummer, mm-hmm. eigenlijk. En de keuze bleek dan toch niet evident. Maar toch, uiteindelijk, het staat ook in de eregalerij ondertussen. Dus we willen ook een beetje eer aandoen aan de gigantische periode van de Belgische band in de jaren 80. Mm-hmm. En we hebben dat nummer al een hele tijd ook een beetje live gebracht in onze set. Ja. Dus, en dat sloeg aan misschien met de mensen ook. Vandaar die keuze. En het nummer leent zich er ook toe om dat te doen, zoals Bart er net al, of Dr. Scream, aanhaalt. Ah, jullie hebben nog allemaal een andere naam. Ja, een andere nickname, allemaal, absoluut. Ja, ja, ja. Absoluut. Ja, ja, ja. En, ja, zeg maar. En af en toe zijn er ook dames die de revue passeren bij jullie. Ja. Als zangeressen. We hebben zo'n filmpje gevonden dat Xandy, bekend nog van vroeger, van Touch of Joy, bij jullie ook optreedt af en toe. Ja. Of trad. Hoe kwam dat? Hoe kennen jullie haar? Of hoe is dat, die samenwerking tot stand gekomen? Maar eigenlijk dateert hij dan toen van de Twins Band. Dat is een band wat ook mee veel BV's en dergelijke. Ik was er ook een gast in, onder andere. Dat heb ik eigenlijk Xandy leren kennen. En we hebben dan een samenwerking in gang gezet. Die heel positief is geworden. Maar eigenlijk hadden we dan een beetje onze visies waar de groep eigenlijk naartoe moest. Ja. Want het blijft een topartiest en topzangeres. Verschilden een beetje van elkaar. Dus ik had een bepaald doel voor ogen. En daar zijn eigenlijk onze wegen op gescheiden. Maar goed, we komen nog altijd overeen. Ja. Dus, en nu hebben jullie twee vaste zangeressen. Ja, absoluut. En we hebben Patsy Blackstone aan de ene kant. En dan hebben we Lydia Guizzo. Dat is een Italiaanse, Italiaanse roots van Genk, by the way, afkomstig. En die heeft de Idoolfinale 2007 gehaald. Dus we hebben die dames eens geprobeerd. En het is ook leuk voor een publiek of een organisator dat je dan heel veel wisselende effecten krijgt. Dus zeker met de medleys. Er worden zowel damesnummers door mij dan, of een herennummer omgevormd door hen. Er is enorm veel afwisseling visueel. Ja. En dat is wel heel belangrijk voor een publiek. En jullie komen dan een beetje van overal in Vlaanderen? De meeste mensen toch wel Waasland, eigenlijk. Ja. Regio Waasland. Eigenlijk, Lydia komt nu van Genk. Die woont nu momenteel even tijdelijk, denk ik, in Leuven, mm-hmm. voor haar studies. Dus, maar we zijn eigenlijk wel een beetje verspreid, want ik ben eigenlijk afkomstig vanuit het Gentse. Dus. Ah, voilà. Dus het komt allemaal samen. En jullie gaan ook verder dan in België. Jullie zijn al bijvoorbeeld voor het Belgisch leger gaan spelen. 5 keer.
Ja, op minder leuke plaatsen, denk ik. Maar goed, ja. Toen ik dan tegen de jongens zei van... Welcome to Dr. Frey. It's an adventure. Ja. Weet wat? Dus het was fantastisch om het te kunnen meemaken. En hoe komt dat ze bij jou, bij jullie uitkomen? Wie vraagt dan? Ja, dat is eigenlijk ook een lang verhaal, maar ik zal het kort maken. ik ben heel goed bevriend met een majoor in het leger. En die had dat ook eens ooit eens gezegd van, zouden jullie dat zien zitten om dat te doen? Ja. Ik zeg, waarom niet? En dan hebben we dan toen, de eerste keer, hebben we dan eigenlijk 3 locaties aangedaan op 5 dagen tijd. En dat was? Dat is Kosovo, Afghanistan en Libanon. Amai. Zwaar. Dat was heel zwaar. Maar fantastisch om mee te maken. Absoluut, absoluut. Als mensen nu zoiets hebben, dat lijkt mij wel een leuke band, die willen we ook eens boeken. Waar kunnen we jullie vinden? Dat is heel simpel. Gewoon www.drfred.be in het Nederlands, met de K van Kilo. Gewoon drfred.be. En dan komen zij bij ons terecht. Dan kunnen zij demo's zien, dan kunnen zij de clip zien onder andere. Ja. Dan kunnen ze ook de contactgegevens weer vinden. En daar kunnen zij alle perfecte vragen beantwoord krijgen. Voilà, dat is heel goed. Dank jullie wel alleszins voor jullie komst. En nog heel veel succes in jullie carrière. You won't get trapped no more. You've seen it all before. You who wants to change his name. You who wants to hide his fame. Don't trust that one who smiles and lives to prove their lies. Don't believe in number one. Don't rely on anyone. Don't believe in number one. Don't rely on anyone. You won't get trapped no more. I said you, and you've seen it all before. Don't trust the one who holds his hands before his eyes. Don't trust the one who smiles and lives to prove their lies. Don't believe in number one. Don't rely on anyone. Don't believe in number one. Don't rely on anyone. We're just a sound in our next sound. We're slow and here's your sound. En de Medicine Man. En een deel van de groep zit hier bij ons. Dag heren, fijn dat jullie er zijn. Vertel eens, wie zijn jullie? Nou, we zijn in eerste instantie een coverband. Mm-hmm. Eigenlijk met een heel breed gamma aan nummers. Dat varieert tussen disco, pop, rock, de medleys, hedendaagse muziek, ook foute nummers. Daar komen we het uiteindelijk een beetje op. Ja. Normaal zijn jullie met veel meer dan met 3 ook. 7. Met 7. Dus jullie hebben de groep een beetje gehalveerd. Ja, een beetje gehalveerd. Maar mag dat geen probleem zijn om... muziek te brengen zoals het hoort. Dus we gaan meteen kennis met jullie maken door al meteen een nummer te zingen. Welk zal het eerste zijn? Dat is een nummer van Life. En dat is nummer Soup for Love. Oké, misschien wel mooi aansluitend op het vorige gesprek. Ik ga mij onder de voeten maken. Dr. Fred en The Medicine Man. Mm.
Naked nerves feel the blood beneath their veins. Electric nerves communicate with tiny explosions to our brains. Who is the energy that never left the cane? Gave rise to passion, the only glory of this human story. I gave my heart and soul to the. Spend all of our lives going out of our minds, looking back to our birth, forward to our demise. Even scientists say everything is just light, not created, destroyed, but eternally bright. Masters in every time, Lord in every place. Those who stood up for love, down in spite of the hate. Who put the flower in the barrel of that gun? Who lit the candle, start the fire, burn down the fortress, the throne? Who could hide all the refugees in a single shack or a lonely bungalow? Who lives in a different dimension, free from the struggles we know? I give my heart and soul to the. Spend all of our lives going out of our minds, looking back to our birth, forward to our demise. Even scientists say everything is just light, not created, destroyed, but eternally bright. Masters in every time, Lord in every place. Those who stood up for love, down in spite of the hate. We spend all of our lives going out of our minds. We live in the light. We made it to the moon, but we can't make it home. Waiting on a rescue that never comes. Made it to the moon, but we still make it home. Maybe home is where the heart is. Give it up. Out of our minds.